Oké, dus het is niet super goed nieuws, maar dat wist ik wel. Goedemorgen, ik moet heel snel, want ik heb rijles. En het is al vet laat. Ik heb nog maar 5 minuten om te kleden. Volgens mij nog niet eens meer. Toch dat jij kijkt naar deze nieuwe vlog. Vind je deze video nu al leuk? Zorg er zeker voor dat je even liked en abonneert. En ik ga snel omkleden. En dan ga ik snel rijles nemen. En dan zie je het me daarna weer. Ik heb nog maar een paar minuten. Dus ik moet echt even heel snel. Boom, your boy is back for auto rijden les. Hoe zeg ik dat? Voor auto rijden. Les. Oké, het ging heel goed. Het is nu 9 uur en ik moet zo naar de huisarts. Ik moet even praten over dingen omdat ik gewoon school en alles niet meer kan volhouden qua mijn hartziekte. Dus dat ga ik zo even doen en het is echt heel vervelend, maar het gaat voor de rest goed. Ik voel me vandaag beter dan gisteren. Ik voel me top. Ik voel me lekker. Ik ben wakker. Ik ga kijken of mijn telefoon dit keer wel is opgeladen. Hij is 38%. Mijn lader is stuk en ik word er heel chagrijnig van. Maar, dus, autorijles ging echt heel goed. Dus ik hoop echt dat ik binnenkort kan afrijden. Want ik wil heel graag een auto hebben. Want dan kan ik tenminste nog een beetje heen en weer rijden. En gewoon leuke dingen doen voor de video's en voor de vlogs. En, kijk, get out of my face. Dat is een spin. Eeuw. Deze trap is zo stijl. Kijk dan. Het is gewoon echt zo. Je moet ook gewoon zo lopen. Want anders kan ik er gewoon niet vanaf. Wat is er? Nee. Oh, kijk eens. Goedemorgen, zeg ze. Goedemorgen. Hoi, Snoes. Goedemorgen, Snoes. Ik ga even vertellen wat er allemaal is gezegd. Oké, dus het is niet super goed nieuws, maar dat wist ik wel. Want zoals de meeste van jullie weten heb ik in het ziekenhuis weer gelegen, een tijdje geleden. En dan gaat qua mijn gezondheid gaat het niet zo goed, maar... Mensen om me heen moeten er meer aan wennen. Ik snap het wel. Ik ben gewoon heel nuchter en dat maakt me niet zo uit. Ik wil gewoon kunnen genieten nu wat ik kan genieten. Waar het op lijkt is, ik kan er zo niet meer aan. Dus ik moet of iets met school gaan verminderen. Of ik moet nieuwe medicijnen gaan gebruiken wat zwaarder is. En ja, het is eigenlijk ben ik te jong voor die medicijnen. Maar als het moet, dan moet het. En het andere is of ik ga een operatie doen. Maar die operatie wil ik heel graag niet doen. Want er zit een heel... het enge wat ik aan die operatie vind is... Ze gaan borst openmaken, ze gaan wat bij mijn hart doen. En het kan dan een half jaar goed gaan. En dan kan het meteen nog slechter gaan. En ja, ik heb geen zin in dat het een half jaartje goed gaat en dan nog slechter. Dat wil ik wel heel graag uitstellen op het laatste moment. En ik kreeg laatst een paar vragen van... Kan je geen harttransplantatie doen? Dat is wel mogelijk, alleen dat is niet slim. Want stel ik zou daar nu eentje gaan doen, dan kan je er 15 jaar mee en dat is, ja, niet lang. Dus dat is iets om uit te stellen tot het helemaal niet meer gaat. Dus op dit moment is het weer gewoon van ja, gewoon accepteren wat er is gezegd en ik moet me maar weer aanpassen. Op die manier, het is kloten, maar genoeg depressieve rotzooi. We gaan er vandaag weer leuk en sterk tegenaan. Dus wat ik ga doen, ik ga straks weer lekker naar school. Dus ik ga nog even wat dingen opzoeken over 3D, want ik wil dat gewoon heel graag leren. En dan ga ik dan de bus pakken naar school. Ik had een intro in gedacht dat ik echt... Keihard, ik had ineens energie, ik wil echt gewoon boem. Maar toen dacht ik van nee, laat maar. Dus, wat ik nog even wil gaan doen is een potje Fortnite. Want ik ben super goed in Fortnite. Ik kan maar 1 kill op Fortnite. 1 kill maar. Oké, dat is het slechtste potje wat ik tot nu toe en in mijn hele Fortnite leven heb gehad. Zo, nou die kat kan ook weer vreten. Wow, ik ben buiten. Wat cool. Voor het eerst vandaag, nee grapje, ik ben vandaag al buiten geweest. Maar ik ben wel weer buiten. En dat is vet cool. Hoi mama! En ze zegt niet eens hoi terug. Ik verwacht van een goede moeder dat ze hoi terug zegt. Hoi! Goed zo. Hoi! Zeg eens hoi me dan. Hoi. 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 Nou, haal je brood eruit, joh. Gek. Oké, we hebben geen eten in het huis. Schijnje. Nou, waar dan? In onze mooie kitchen. Dit brood is hard. Nee, die. Oké. Dankjewel. Ik ga even eten maken. En onze reet.
Oké, zoals altijd, ik moet weer snel, want anders mis ik de bus. Yeah, ik ben zo snel, net Sonic. Bam, die is er. Ook niet. Heb jij nog niet gegeten, snoes? What the fuck? Waarom niet? Waarom niet, schatje? Ik maak eten voor jou en jij niet eens opeten. What the fuck? Lieverd, zo doen we dat hier niet in Groningen. Ik zit te twijfelen of ik mijn Nintendo Switch wil meenemen of niet in de bus. Want ik vind in de bus altijd heel... Ik ga het wel doen, want mijn telefoon is bijna leeg. Oepsie, dat was ik bijna vergeten. Ik ga je laten zien hoe ver ik moet lopen voor mijn bushalte. Dit is de reden waarom ik altijd mis, omdat ik gewoon te dichtbij woon. Snap je dat? Ik wel. Ik hoop jij ook. Oké, hoe ver ik moet gaan lopen? Oeh, heb ik trouwens wel mijn OV? Ik heb niet eens mijn OV. Ik loop even terug. En ik heb nog maar 2 minuten. Oké, dit is de reden waarom ik altijd te laat kom. Ik heb mijn OV niet mee. Dat rijmt! Uit. Camera is geen beschuit. Dit is hoe ver ik moet lopen. Let op. Dan doe ik deze hek op. En daar is hij al. Ik ben vrij. Ik loop nu weer naar huis. Ik pak zo de bus. En als ik dan klaar ben, dan ga ik misschien nog wat anders doen. En achterin, ik ben net een foto geweest met die kijkers. Die daar hoort te gillen. Ja, wat schattig, wat leuk. Ik ga nu snel de bus pakken. Dus ik ben thuis, ik heb gegeten. Heel lekker gegeten natuurlijk. Ik heb nu een tv naar boven gebracht. Ik weet niet of je hem ziet. Daar ergens staat hij. Want ik wil heel graag ook Fortnite en alles kunnen spelen als ik ga slapen. Dus die heb ik. Wow, Steven, dat is erg cool. Erg vet, leuk. Maar dat boeit me niet. Dat snap ik. Ja. Nee, ik voel me ineens wel weer top. Ik voel me goed. Want het wordt weer laat. En ik word weer druk. Dus dat ik weer lekker rustig kan slapen. Waar ik even al mijn energie in uit kan. Dus ik sta te denken, potje Fortnite. Yeah. Dat kan wel. S'avonds heb je steeds heel veel energie. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen als ik nu ik zoveel energie heb? Ik heb nog nooit met boog gelopen. Gewoon een raket. En je neemt een zakje met snoepjes mee. Zie kijken. Hoe vaak moet je snoepjes geven dan? Elke keer als ze heel mooi naast je loopt. Ook niet elke keer, maar... Als ze naast je loopt. Oké. Dat is heel mooi. Ga Bo mee lopen? Dit is voor mij de allereerste keer. De allereerste keer dat ik met Bo loop. En ook voor Bo dus de allereerste keer met mij te lopen. Yeah. Oké, dus het is toch wat kouder dan ik dacht. Ik heb er nu al spijt van, want elke seconde blijft hij stilstaan bij een ding. Om te kijken. Om te ruiken. Bo, ben je schattig. Kom, ga rennen. Zie je? Wow. Rustig aan. Oude beer. Kom maar. Oké, dat was lekker koud. Het is nu weer koud, maar ik ga nu weer naar buiten snel. Oeh, de lamp gaat aanspannen. Nee, die lamp is echt irritant, want die schijnt de hele tijd op mijn raam nu. Maar ja, wat kan je daar aan doen? Helemaal niks. Mijn huisje is lekker warm. Ik doe de deur meteen op slot, want hier in de buurt wordt de hele tijd ingebroken nu. En ik heb geen zin dan als ik slaap dat er ineens mensen zitten in mijn huis. Oké, dus ik ga even lekker tanden poetsen en zo. En dan heb ik weer een schoon gebit. Zeg eens doei. Doei. Oh, wat schattig. Wel gerusten. Lekker slapen. Lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even een dikke vette like geeft. En vond je hem niet leuk? Ja, dat is dan jammer. Dat is dan jouw probleem. Ja, en dan zie ik. Precies dat. Dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei, Panne Gang.